Ik was echt in shock. Ik dacht echt, what the fuck is this sex? Weet je wel, want altijd in films zag je altijd van... Oh. En in Polen zie je echt gewoon pam, pam, pam. Dus ik... Tijdens onze relatie keek ik porno. Ja. Ja, ik ook. Ik heb dat nooit echt gedaan. We hebben er wel één keer samen gekeken. Nee, ik volgens mij niet. De. Oh. 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 Ja. Nee, ik vind daar echt helemaal niks. Voor die ene keer heb ik dan wel gekeken. Ja, ja. Keken wij wel eens samen porno? Ja. Ja, ene keer. Lesbische porno, maar... Ja, je kijkt echt gewoon naar een JJ van iemand anders. En ik weet niet, als je dan zo samen zit, ik vind daar niks aan. Ja, ja, we hebben dat wel een paar keer geprobeerd. Maar was het niet echt ons ding? Ja, maar het eindigde gewoon in dat we totaal niet meer keken. En nee, inderdaad, dat is waar. Zelf het... zelf de porno in handen gingen maken. Nemen, zeg maar. Ja. Denk ik niet, hè? Nee. Nee, want daar waren we dan weer te ongemakkelijk voor samen. Ik zou daar niet samen met jou kunnen, denk ik. Nee, volgens mij niet. We hebben nooit samen op porno gekeken. Nee, maar dat lijkt me ook best wel kut eigenlijk. Ik heb nooit het gevoel dat mensen leuk vinden wat ik zou willen kijken. Ja, ik denk het wel. Hebben we gedaan, ja. Waarschijnlijk wel, ja. Nee. Dat is nog nooit gebeurd. Nee. Ik moet zeggen dat ik dat echt niet als optie neem, nu ook niet. Zullen we White Chicks kijken of porno? Nee. Nee. Jawel, voor de grap. Hebben wij toen gekeken. Wat was het ook alweer? Was het niet van rapper Shocks? Oh nee, was dat niet... Oh fuck. Wat is jouw favoriete porno? Vaak staat er gewoon op de startpagina of zo. Staat er gewoon maar zo. Maar je doet niet eens moeite om te zoeken. Nee. Wat? Nee. That's cheap. Sorry hoor. Nee, ik hou wel van meisjes en meisjes. Ja, maar dat wist ik eigenlijk al. Kijk jij wel eens porno nu? Nee. Ik heb daar nooit echt behoefte aan. Ik kijk eigenlijk niet heel veel porno. Nee. Ik vind het af en toe een beetje cringe, maar ja, hoop mee en gewoon... Ja, een soort van soft BDSM. Dat, ja. Nee, ja, maar je zei vroeger altijd iets anders. Mag ik dat zeggen? Ja, ja, stepmom. Ja, ja, ja. Precies. Kijk je naar hetero sex? Nee. Nee, maar ik heb wel eens naar hetero porno gekeken, ja. En je wordt er wel opgewonden van? Niet zoveel als dat ik zeg maar met lesbische porno zou kijken. Oké. Moet ik dan een actrice opnoemen of zo? Wat je wil. Een genre. Mijn favoriete porno is wanneer er geen piemel in voorkomt. Gewoon alleen een vrouw. Eén vrouw. Ik kijk laatst tijd wel veel van die dingen met touwen en zo. Cool. Dat wil ik ook wel een beetje leren. Ja, ik denk gangbang of zo. Oh, ja. Ze zou echt met een paar vrienden willen. Ja, ik denk gangbang. Ik hou van hele emotionele gay porn. Jeetje. Ik heb nog nooit gekeken. Dat is echt heel schattig. Ja? Dus zeg maar, ja, dan hebben ze ook echt soms zo'n... Dan spelen ze dat ze echt zo'n hele romantische, cute relatie met elkaar hebben. Of ik weet niet, het is allemaal heel sensueel en zo. Dat vind ik wel leuk. Oké, stuur maar een keer door. Oh ja, is goed. Ja. Ik vind Girl on Girl wel leuk om te zien, maar niet om te doen. Ik zou het echt niet kunnen zien, maar het is super hard, maar I can. Als ik het kijk, dan denk ik dat ik snel op uniform of iets klik. Oké, politieagent. Echt? Vind je dat? Ja. Er is er iemand die dan denkt van, leraar, student. Als je porno kijkt, moet je het ook heel fout doen. Ik heb nooit echt, ik weet nog op een bepaalde leeftijd, dat ik, zeg maar, dan krijg je een beetje interesse daarin, weet je wel. Dan ga je erop zoeken. Ik was echt in shock. Ik dacht echt, what the fuck is this sex, weet je wel. Want altijd in films zag je altijd van, oh. En in Polen zie je echt gewoon pam, pam, pam. Dus ik dacht echt, wat is dit? Hoe vaak masturbeerde jij naast onze seks? Ik denk wekelijks. Misschien één of twee keer. Ja. Maar ja, toen in het begin hadden we wel veel seks. Toen deed ik het er gewoon niet. Nee, het ook niet. Nee. Nee. Soms als we zo lang weg waren, zo als jij een week weg was of zo, dan ja, obviously. Niemand, ja. Maar buiten viel dat goed mee. Wel af en toe. Echt? Mm-hmm. Ja, ik dus niet. Maar ja, ik had daar helemaal geen behoefte aan. Nooit. Echt niet? Nee, volgens mij deed ik dat toen helemaal niet. Ja, ik best wel vaak volgens mij. Ja, volgens mij ook. Meestal masturbeer ik niet eens omdat ik geil ben, maar gewoon omdat ik me verveel of zo. Soms één keer per dag, soms twee keer per dag, soms één keer per week. Ik heb gewoon mijn vibrator naast mijn bed liggen en die pak je er zo bij, weet je wel. Het is soms net voor het slapen, pop je er nog eentje. Dan pop je er nog even eentje zo. Ja, oké. Okay. Toen ik hier woonde, constantly. Ja. Our neighbor. Nou, vaak. Ja? Nou, we hadden niet zo vaak seks. Nee, oké. Okay. Ik heb ook wel eens dagen dat ik het echt vijf keer op een dag doe.
Ik echt nooit. Heb jij dingen op mij toegepast die je in porno hebt gezien? Volgens mij niet. Want de porno die je kijkt is zo niet toepasbaar op een normale seksuele relatie. Ja, onbewust misschien of zo, maar... Ja, maar ik denk dat we dat daar automatisch wel doen. Want het is niet dat je elke week porno keek. Ja, zeg maar wel hoe je die riem vastmaakt. Oh ja. Ja. Ja, nou, misschien wel een keer rollenspel. Heb je dat gedaan? Ja, dat weet ik niet meer, maar dat vraag ik. Oh, wat bedoelt je daarmee? Als ik ben de cowboy en jij bent de nee. Nee. Volgens mij niet. Is gewoon all natural. Nee, lerares of zo was dat? Lerares? Heb je dat gedaan? Oh nee. Juf Pauline, okay, komt naar ons, hè? Huh? Ja, ja, ik wilde wel vaak opnemen. Toen we bezig waren, zeg maar. Dat hebben we wel een stuk of drie keer gedaan of zo, ik weet niet. Dat gooien. Ik ben nog een keer onder de douche, dat ik jou echt heel erg optilde, echt tegen de muur. Oh ja. Dat heb ik wel eens denk ik gezien, porno. Het is niet dat mijn ouders hadden met mij over standjes en die shit. Dus I guess inderdaad dat ik van porno heb... Ging je voorkeur uit naar porno of seks met mij? Seks met jou. Ik ging niet liever thuis in mijn eentje porno kijken dan dat ik gewoon seks had met jou. Dat is een beetje gek. Nou ja, hetzelfde. Ik had liever gewoon jou in plaats van een filmpje op mijn telefoon. Inderdaad. Ja, seks met jou. Ja, de same. Ja, seks met u toch? Ik heb... Ja, dat is logisch toch? Niet? Oei, of ik voor jou een voorkeur misschien... uit naar porno. Je voorkeur uit naar porno. Nee. Ja, dan was de real deal wel... Iets beter, denk ik. Ja, iets beter? Nee, beter. Oké. Okay. Seks met jou, in het begin, natuurlijk. Maar ja, op den duur dan wilde ik geen seks met jou. Maar uiteindelijk zat die frustratie er alsnog. Ja, seks met jou als je erbij was, sowieso. Als je erbij was. Dat is wel gezellig. Ja. Nee, sowieso seks met jou. Ja, ook seks met jou. Seks? Ja. Simpel. De een heeft elke dag behoefte aan seks en die andere heeft echt maar één keer per maand behoefte aan seks. Ja. Dus dan snap ik het wel. Ja. Maar wij hadden gewoon een beetje hetzelfde. Ja. Jullie hebben 20 seconden om zoveel mogelijk plekken op te noemen waar jullie seks hebben gehad. In 3, 2, 1. Strand. Bio's. Wat is dat? Rechtszaak. Rechtbank. Rechtbank. Lift. Auto. Parkeerplaats. Feest. Dakterras. Bed. Kan ook, ja. Tuurlijk. Shit. Ja, dat was het. Alright guys, like, comment, subscribe. Thanks for checking it out.